Dit is slot Neuschwanstein, een van de kastelen die gebouwd zijn in opdracht van Ludwig II van Beieren. De bouw van deze kastelen, die elk jaar weer vele toeristen trekken, heeft heel wat weerstanden opgeroepen, die te maken hadden met de opvatting die Ludwig van het koningschap had, en die meer paste in de 18e dan in de 19e eeuw. Ludwig werd geboren op 25 augustus 1845 in slot Nymphenburg bij München. Hij behoorde tot het geslacht von Wittelsbach en was de oudste zoon van kroonprins Maximiliaan van Beieren en prinses Marie van Pruisen. In 1848, toen Ludwig 2,5 jaar oud was, werd Maximiliaan koning van Beieren. Ludwigs grootvader, koning Ludwig I, moest namelijk in dat jaar troonsafstand doen, ten gevolge van een affaire met de danseres Lola de Montes. Na Maximiliaans betrekkelijk vroege dood in 1864 volgde Ludwig zijn vader op als koning van Beieren, op 18-jarige leeftijd. De jonge man voelde zich echter weinig aangetrokken tot staatszaken en hij had daar ook nauwelijks een opleiding voor genoten. Hij was meer geïnteresseerd in de kunst. Hij kon zich enorm laten meeslepen door de opera's van Richard Wagner. Verder hield hij van de natuur. Hij wandelde graag in de Beierse bergen. Daarin leek hij op zijn moeder. Zij legde vaak lange wandelingen in de bergen af. Richard Wagner was op dat moment op de vlucht voor zijn schuldeisers. Hij was al eerder op de vlucht geweest, namelijk nadat hij in 1849 in Dresden, waar hij hofkapelmeester was, had deelgenomen aan de revolutie tegen de reactionaire regering. Hier een politieportret van Wagner met een bijbehorend arrestatiebevel. Thank you.
1864 was hij echter niet om politieke, maar om financiële redenen op de vlucht. Maar het lot zou hem deze keer gunstig gezind zijn, want de jonge Beierse koning wilde de schepper van die prachtige opera's in dienst nemen als hofcomponist. Ludwig stuurde zijn kabinetssecretaris Frans von Pfistermeister erop uit om Wagner op te sporen. Ludwig verbleef graag in Slotberg aan het Starnberger Meer, circa 30 kilometer ten zuidwesten van München. Daar vlakbij huurde hij een huis voor Wagner, die daar in mei 1864 zijn intrek nam. De koning nodigde Wagner regelmatig uit in Slotberg om over grootse toekomstplannen te praten. Een van die plannen was de bouw van een Wagner-festspielhaus in München dat moest worden gebouwd door de architect Gottfried Semper. In juni 1864 moest Ludwig om politieke redenen naar Bad Kissingen. Deze plaats was destijds een geliefd trefpunt van de Europese vorsten. In Bad Kissingen ontmoette Ludwig tsaar Alexander II van Rusland en zijn vrouw en het Oostenrijkse keizerlijk paar. Keizer Frans Jozef van Oostenrijk was sinds 1854 getrouwd met Elisabeth, dochter van hertog Max in Beieren. Zij was familie van koning Ludwig en haar ouderlijk huis, slot Possenhoven, stond net als slot Berg aan het Starnberger Meer. Van jongs af aan had Ludwig bewondering voor haar gehad. Hij bezocht haar nog regelmatig als zij bij haar ouders was, in slot Possenhoven. De 26 jaar oude Elisabeth was een knappe vrouw en uit verering voor haar bleef de 18 jaar oude Ludwig 2 weken in Bad Kissingen, in plaats van 3 dagen zoals hij van plan was geweest. In deze 2 weken waren ze bijna onafscheidelijk. Ze hadden dan ook veel overeenkomsten. Ze haatten de hofetiketten, ze trokken zich graag terug in de eenzaamheid van de natuur en waren beide liefhebbers van paardrijden. Op 10 juni 1865 vond in München de eerste uitvoering plaats van Wagners opera Tristan und Isolde. De uitvoering van deze opera had heel wat voeten in de aarde wegens de technische moeilijkheden in de muziek en vooral in de partij van Tristan, waarvoor men maar geen goede vertolker kon vinden. Uiteindelijk vond Wagner in Ludwig Schnorr von Karelsfeld de juiste heldentenor.
En met hem als Tristan en zijn vrouw Malvine als Isolde vond die eerste uitvoering plaats onder leiding van Hans von Bülow. Ludwig was er zeer enthousiast over. Hij woonde zelfs 4 uitvoeringen bij en toen hij na de 4e per trein naar Slotberg terugreed, trok hij plotseling aan de noodrem en begaf hij zich een ogenblik in de nachtelijke boslucht om zijn zenuwen te kalmeren. Voor Ludwig was Tristan und Isolde een hoogtepunt in zijn leven. Wagner liet zich financieel zeer royaal door de koning ondersteunen. Door zijn extravagante, geldverslindende leefwijze haalde hij zich de haat van vele Münchenaren op de hals, die hem trouwens toch al als een indringer beschouwden. In de ogen van de Beierse bevolking en de regeringsfunctionarissen was hij nog altijd de revolutionair van 1849 gebleven. Verder was Wagner protestant en vond men dat hij een ongunstige invloed op de koning had. Hij kreeg al spoedig de bijnaam Lolus, waarmee men hem vergeleek met Lola de Montes, die koning Ludwig I in de problemen had gebracht. Dit alles leidde ertoe dat er druk op Ludwig werd uitgeoefend om Wagner uit München weg te sturen. Na lang aarzelen bezweek Ludwig voor deze druk en op 10 december 1865 vertrok Wagner uit München. Hij was weer een balling. Wagner ging in Zwitserland wonen. Na de dood van zijn vrouw Minna, van wie hij al enige jaren gescheiden leefde, kwam Cosima von Bülow bij hem wonen. Ze vestigden zich in huize Triebchen bij Luzern aan het Vierwoudstrekenmeer. Cosima was de vrouw van dirigent Hans von Bülow. En er verschenen berichten in de Münchener pers dat Wagner een verhouding had met Cosima. Deze berichten werden door Wagner tegengesproken. Hij wist daarbij zelfs Ludwig zover te krijgen dat deze een open brief ondertekende waarin de persberichten werden ontkend. Intussen dreigde er een oorlog.
De minister-president van Pruisen, Otto von Bismarck, wilde Oostenrijk uit de Duitse Bond stoten. Beieren behoorde ook tot de Duitse Bond en Ludwig kon dus niet leidelijk toezien dat von Bismarck zijn plannen ten uitvoer bracht, hoewel hij zich liever niet in de zaak gemengd had. Hij en zijn minister van Buitenlandse Zaken Ludwig von der Pforten kozen de zijde van Oostenrijk. Maar terwijl de mobilisatie al was afgekondigd, liet Ludwig in mei 1866 verstek gaan bij de opening van de landdag. In plaats daarvan begaf hij zich naar de verbannen Wagner in Triebschen. Door deze handelwijze joeg hij vele mensen tegen zich in het harnas. Zijn grootvader, Ludwig I, zocht hem kort daarna op in Slotberg om hem ervan te overtuigen dat hij alsnog de landdag moest openen, welke gebeurtenis naar eind mei was verschoven. De koning besloot dit dan toch maar te doen, maar zijn troonrede viel slecht. Men kon hem zijn voorgaande handelwijze niet vergeven. Op 26 juni zette Ludwig zich er met tegenzin toe om zijn troepen te bezoeken. Hoewel Ludwig een goed en behendig ruiter was, was hij volstrekt niet voor militair in de wieg gelegd en haatte hij alles wat met oorlog te maken had. Keizerin Elisabeth zag hem eens in uniform uitgedost, waarbij hij zijn helm onder zijn linkerarm hield en in zijn rechterhand een paraplu had. Toen zij daarom moest lachen, reageerde Ludwig geërgerd: "Ik zal toch zeker mijn kapsel niet verknoeien." Toen Ludwig in de gangen van de residentie een soldaat van de koninklijke garde zag, die op wacht stond en er oververmoeid uitzag, liet hij een sofa voor de man halen. Nadat in juni 1866 de oorlog was uitgebroken, hield hij zich grotendeels afzijdig. Hij trok zich terug in Slotberg of in zijn huis op het Rozeneiland in het Starnberger Meer. Het belangrijkste wapenfeit uit de oorlog was de slag bij Königgrätz in Bohemen op 3 juli 1866. Hierbij brachten de Pruisische troepen onder generaal Helmut von Moltke het Oostenrijkse leger aanzienlijke verliezen toe. Hierna werd de oorlog vrij snel in het voordeel van Pruisen beslist. Oostenrijk moest uit de Duitse Bond treden, hetgeen van begin af aan von Bismarcks opzet was geweest, en Pruisen annexeerde een groot deel van de Noord-Duitse staten. Beieren werd gedwongen een verbond met Pruisen te sluiten. Na de oorlog bezocht Ludwig het door de oorlog geteisterde Frankenland. Zijn onderdanen waren er nu van overtuigd dat kabinetssecretaris Frans van Pfistermeister en minister van Buitenlandse Zaken Ludwig von der Pforten het land in de oorlog hadden gestort en dat de koning geen blaam trof. Hij werd dan ook door een enthousiaste menigte toegejuicht in plaatsen als Nuremberg en Bayreuth.
In het voorjaar van 1867 verloofde Ludwig zich onverwachts met Sophie, een zuster van keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Hij zal in haar wel enkele van de eigenschappen van Elisabeth hebben gezocht. Na het bekendmaken van de verloving was het land in feeststemming. Er verschenen echter spoedig tekenen dat Ludwig niet van Sophie hield. Zo ging hij in het voorjaar van 1867 zonder haar op reis naar Eisenach, waar hij de pas gerestaureerde Wartburg bezocht. In de zangerszaal van de Wartburg speelt zich een deel van Wagners opera Tannhäuser af. Ludwig raakte zo onder de indruk van deze middeleeuwse burcht dat hij plannen opvatte om voor zichzelf ook zo'n bouwwerk te laten oprichten. In de zomer van dat jaar bezocht hij, wederom zonder Sophie, de wereldtentoonstelling in Parijs. Nog meer dan van de wereldtentoonstelling raakte hij onder de indruk van Slot Versailles en het kasteel van Pierrefonds, waarheen hij vanuit Parijs uitstapjes maakte. Intussen werd de huwelijksplechtigheid steeds maar uitgesteld. Uiteindelijk stelde Sophie's vader, hertog Max in Beieren, Ludwig een ultimatum, hetgeen door de laatste werd aangegrepen om het huwelijk definitief af te gelasten. In Triebschen had Wagner aan zijn opera Die Meisterzinger von Nürnberg gewerkt. En in het voorjaar van 1868 vonden in München de voorbereidingen voor de première plaats. Wagner mocht weer in München verschijnen en leidde zelf de instudering voor deze opera. De première van de Meisterzinger op 21 juni 1868 werd een succes voor Wagner. Hij zat naast Ludwig in de koningsloge van het Nationaal Theater en nam na afloop staande in de loge de ovaties in ontvangst. Alles was bijna als in het jaar van Tristan und Isolde. Aan de hernieuwde vriendschap tussen Ludwig en Wagner werd echter een ernstige slag toegebracht toen Ludwig op de hoogte raakte van de ware aard van de relatie van Wagner met Cosima. Hij besefte dat de open brief die hij in 1866 had ondertekend op onwaarheid berustte, welke onwaarheid allang in het gehele land bekend was. De zo levendige briefwisseling tussen Ludwig en Wagner stopte.
Ook Cosima's vader Franz Liszt maakte bezwaar tegen haar relatie met Wagner. In november 1868 ontmoette Wagner in Leipzig Friedrich Nietzsche. De 55 jaar oude componist raakte gefascineerd door de 24 jaar oude filosoof, die spoedig tot hoogleraar in Basel benoemd zou worden. Wagner nodigde hem uit naar Triebsche te komen, waar hij in de komende jaren een graag geziene gast zou zijn en waar hij zich erg op zijn gemak zou voelen. Beide mannen waren aanhangers van Schopenhauer. En Nietzsche zou een groot bewonderaar van Wagner worden. Hij zou zijn eerste boek aan Wagner opdragen. Intussen ontstonden er tussen Wagner en Ludwig nog meer wrijvingen en wel naar aanleiding van de uitvoering van twee van zijn volgende opera's. Ludwig wilde de opera's Das Rheingold en Die Walküre in München laten uitvoeren, waarvan de partituur al vele jaren gereed was. Dit waren de eerste twee van een serie van vier opera's die Der Ring des Nibelungen zou gaan heten. Wagner wilde de première van deze opera's pas laten plaatsvinden als de complete Ring-tetralogie gereed zou zijn, maar Ludwig wilde daar niet op wachten. Ondanks pogingen van Wagner om de uitvoeringen te verhinderen, vond de première van Das Rheingold in september 1869 en die van Die Walküre in juni 1870 plaats, beide in het Nationaal Theater in München. De componist bleef demonstratief weg. Op 18 juli 1870 werd de officiële scheiding van Cosima en Hans von Bülow uitgesproken en op 25 augustus traden Cosima en Wagner in het huwelijk in Luzern, nota bene op de verjaardag van Ludwig. De belangrijkste gebeurtenis van de zomer van 1870 was het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog. Door het verbond dat Beieren na de oorlog van 1866 onder dwang met Pruisen had gesloten, zag Ludwig zich genoodzaakt het Beierse leger onder Pruisisch opperbevel tegen Frankrijk te laten optrekken. De pacifist Ludwig deed dit geheel tegen zijn zin. Hij hield zich dan ook afzijdig van het oorlogsgeweld, net zoals bij de vorige oorlog. Hij bezocht zijn troepen niet en hij vertoonde zich evenmin bij de vredesonderhandelingen in Versailles, die begonnen na de capitulatie door Napoleon III. Von Bismarck wilde van Ludwig gedaan krijgen dat hij koning Wilhelm van Pruisen zou verzoeken de keizerkroon van het nieuwe Duitse Rijk te aanvaarden. Von Bismarck ontwierp een brief met deze strekking en liet deze ter ondertekening naar slot Hohenschwangau brengen, waar Ludwig zich op dat moment bevond. Deze aarzelde lang of hij wel of niet op Bismarcks voorstel zou ingaan, maar ondertekende tenslotte toch de brief. Een beslissing waar hij later veel spijt van zou hebben. Het resultaat was in elk geval dat koning Wilhelm op 18 januari 1871 tot Duitse keizer werd uitgeroepen in de spiegelgalerij van slot Versailles. Ludwig legde zich gelaten neer bij de situatie. Hij voelde zich de schaduwkoning en trok zich steeds meer terug uit wat hij de staatsonnozelheden noemde. Hij bouwde echter een nieuwe wereld voor zichzelf. Zijn kastelen moesten hem aan een eigen realiteit helpen. Hier slot Neuschwanstein dat na de oorlog van 1870 werd gebouwd vlakbij Ludwigs ouderlijk huis Hohenschwangau.
Dit is de troonzaal van Neuschwanstein. De plaats waar de troon zou komen is echter altijd leeg gebleven. Dit is slot Linderhof. In het park van Linderhof staat een gietijzeren Moorse kiosk, waarvan wordt verteld dat Ludwigs jongste bediende daar in Oosterse kledij waterpijpen moesten roken. Verder is er in het park een kunstmatig aangelegde grot, de zogenaamde Venusgrot. Deze kon in verschillende kleuren belicht worden met elektrisch licht, toen het eerste elektrische licht in Beieren. Ludwig liet in 1870 ook een jachthut bouwen. Het Haus auf den Schachen, dat zich in het Wettersteingebergte bevindt. Uiterlijk eenvoudig, van binnen echter weelderig ingericht als een Oosters paleis. In augustus 1874 verbleef Ludwig een week in Parijs. Hij bracht ook een bezoek aan Fontainebleau. Verder bezocht hij slot Versailles, waar hij ook in 1867 was geweest. De supposten waren er zeer verbaasd over dat hij de hun toevertrouwde vertrekken niet slechter scheen te kennen dan zijzelf.
Hier deed hij nieuwe ideeën op voor zijn kastelen en parken. Vanaf 1878 verrees dan ook in Beieren een kopie van Slot Versailles, namelijk Slot Herrenchiemsee. Hier achtereenvolgens de spiegelzalen van Versailles en Herrenchiemsee. Ludwig was zeer belezen. Hij las vooral boeken over geschiedenis en probeerde daarmee de door hem zo gehate 19e eeuw te ontvluchten. Ludwigs broer Otto kreeg last van aanvallen van krankzinnigheid, waardoor hij sinds 1871 onder toezicht verbleef in Slot Nymphenburg. Later werd hij overgebracht naar Slot Fürstenried en permanent bewaakt. Ludwig was de enige die in staat was Otto bij diens uitbarstingen te kalmeren. De bezoeken die hij aan zijn broer bracht grepen hem echter zo aan dat hij er tenslotte van af moest zien. Het lot van Otto maakte diepe indruk op Ludwig. Hij was bang dat hem iets dergelijks zou overkomen. Bovendien was zijn homoseksualiteit een onoverkomelijk probleem voor hem. Hij vocht er tevergeefs tegen. Hij kon er niet omheen en zijn gevoelens voor jongens van het personeel leidden ertoe dat hij met een aantal van hen vriendschappelijke betrekkingen aanknoopte. Ludwig was geliefd bij de boerenbevolking. Het kon gebeuren dat het koninklijke rijtuig plotseling tussen de landerijen stilhield en de koning bij de boeren informeerde naar het weer, de oogstverwachtingen of dat hij het vee bekeek. In perioden waarin weinig werk was te doen, liet hij wegen opknappen en 's winters sneeuw vrijmaken om werk te verschaffen. Zijn gemoedelijkheid in de omgang met de boeren stond in schril contrast met zijn weerzin om bij officiële gelegenheden in het openbaar te verschijnen. Hij had een hekel aan München en de Münchenaren en hij vertoonde zich vrijwel niet in de residentie. Hij liet ook steeds vaker toneelstukken en opera's uitvoeren, waarbij hij zelf de enige toeschouwer was. Dit waren de zogenaamde separaatvoorstellingen, waarvan er in de loop van 15 jaar 208 plaatsvonden. Verder maakte hij de nacht steeds meer tot dag.
Bekend zijn zijn nachtelijke sledenritten door de Beierse Alpen en Tirol. In Triebsje kregen Waakner en Cosima, die al een dochtertje Isolde hadden, er nog twee kinderen bij. Te weten Eva en Siegfried. Hier Waakner met Eva in de tuin van Triebsje. Inmiddels had Waakner zijn werk aan de Ring des Nibelungen in 1868 na een onderbreking van 12 jaar weer hervat. Hij wilde dat de première van deze serie van 4 opera's niet in München, maar in Bayreuth zou plaatsvinden, in een daar te bouwen festspielhaus. Het ergerde de koning dat München voor Waakner had afgedaan en dat de keuze op Bayreuth was gevallen, omdat deze stad in het protestantse Oberfranken lag en als Pruisisch gezind bekend stond. Toen dan ook de veel te optimistisch begonnen bouw van het festspielhaus uit geldgebrek moest worden gestaakt, klopte Waakner tevergeefs bij Ludwig om geld aan. Deze werd bovendien te veel in beslag genomen door zijn eigen bouwhartstocht. Toen Waakner daarop besloot zich tot keizer Wilhelm te wenden, wilde Ludwig echter de eer aan zichzelf houden en gaf hij Waakner alsnog een voorschot dat toereikend was om de operatie Bayreuth te redden. In 1876 was het festspielhaus gereed. Waakner en Cosima gingen in Bayreuth wonen in de Villa Wahnfried, die Waakner daar had laten bouwen. Ludwig woonde in augustus 1876 de generale repetitie van de Ring bij en niet de première om de sensatiedrukte van het premièrepubliek te vermijden en met name om keizer Wilhelm te ontlopen. Hij logeerde in Eremitage, een slot uit de 18e eeuw met een groot park in de omgeving van Bayreuth. De vriendschap tussen Ludwig en Waakner bloeide weer op. De brieven tussen hen kregen weer de oude, dweperige toon. Toch werd de relatie tussen de twee niet meer wat zij vroeger was geweest. Behalve door keizer Wilhelm en andere vorsten werden de festspielen van 1876 bijgewoond door Franz Liszt, die daarmee probeerde de reeds lang verstoorde betrekkingen met zijn dochter en schoonzoon te herstellen. Verder waren aanwezig Anton Bruckner, Peter Tchaikovsky en Friedrich Nietzsche. Nietzsche en Waakner waren goede vrienden geweest, maar ze groeiden langzamerhand uit elkaar
wat vooral werd veroorzaakt door hun verschillen in inzicht op kunstzinnig gebied en door hun uiteenlopende visie op het christendom. Bovendien ergerde Nietzsche zich aan Wagners zelfingenomenheid, de pracht en praal waarmee hij zich omgaf en aan de Wagner-cultus in Bayreuth. De festspiele eindigde met een geweldig tekort. Ook in dit geval zorgde Ludwig voor uitkomst door een gedeelte van dit tekort met een lening aan te zuiveren. Vanaf het einde van de 70er jaren verbleef Wagner om gezondheidsredenen regelmatig in Italië. Hier wijdde hij zich aan de voltooiing van Parsifal, welk werk in 1882 in Bayreuth zijn première beleefde. Bij deze gelegenheid liet Ludwig verstek gaan, hetgeen Wagner zeer teleurstelde. In februari 1883 overleed Wagner op 69-jarige leeftijd in Venetië, in Palazzo Vendramin. Hij werd begraven in de graftombe in de tuin van Waanfried. Ludwig was door de dood van Wagner zeer van zijn stuk. De man die hij verafgoodde, was van hem heen gegaan.